Christophe, hoe voel je je? Hoe voel ik me? Ik voel me eigenlijk iets te rustig bijna. Ik moet mezelf zo gaan oppeppen. Nou, ik heb vanochtend mijn generale repetitie gehad. En dan heb je 's ochtends al die spanning. Je oefent het. En ja, er ging al heel wat fout. Maar toch ben ik heel... Ja, ik denk, ja... Ik voel me eigenlijk wel heel blij of zo. Ik mag vanavond weer lekker mijn ding doen. Gewoon lekker performen. Het is voor mij heel spannend, omdat ik ben gewend om te acteren. Ik weet heel goed wat je kan. Daar heb ik jaren op voorbereid. Maar nu heb ik een paar weken maar voorbereiding gehad. Dus het is iets wat ik eigenlijk helemaal niet kan. Maar dan nog des te meer gewoon overgeven aan wat je kan doen. Dus het is proberen in het moment te blijven. En hoe is het om nu eindelijk echt in die studio te zijn ten opzichte van die koude, kille schaatsbaan in Utrecht? Ja, die studio, ja, het is hartstikke warm. Het is ongelooflijk. Al die lampen en straks publiek erbij, dat wordt echt zweten. Maar het is fijn, het is gezellig. Iedereen is bij elkaar in de kleedkamers. De groep is ook bij elkaar nu, 13 koppels. En we hebben nu al fun, we zitten op de gang te vechten en echt met elkaar te lachen en lekker gezellig te eten. En het is een hele leuke boel. En hier ook allemaal samen zijn. Ja, het is een beetje zoals op musical tournee. Maar dan met z'n 13. Het gekke is dat er wel steeds iemand afvalt. En wie weet, misschien gaat er vanavond niemand uit. Dat kan ook, hè? Nou, geniet nog even van de stilte voor de storm. Nog even genieten voor de storm, ja. Zeker, ja.